lieve mensen allemaal en een hele fijne allemaal lieve mensen. Ik spreek jullie even toe vanuit de auto. En voor de mensen die hebben opgelet, als ik jullie toespreek vanuit de auto, ja, dan heeft vakantie Vincent wat te melden. En wat dan, lieve vakantie Vincent? Wat voor bijzondere, belangrijke dingen heb jij dan te melden buiten de bijzondere en belangrijke dingen die je altijd al meldt? Nou, als jullie me heel even de tijd geven, dan zal ik het even gaan vertellen. Jesus. Want wat is er aan de hand? Wat is er in godsnaam aan de hand dat ik jullie toespreek vanuit de auto? As we speak ben ik weg aan het rijden van vakantie Vincent's vakantieadres. En dat vindt vakantie Vincent's normaliter al heftig, maar ik vind het vandaag extra heftig en extra bijzonder. Want vandaag 1 mei 2023 rijdt vakantie Vincent's niet zomaar weg van vakantie Vincent's vakantieadres. Nee, vandaag 1 mei 2023 rijdt vakantie Vincent's weg van vakantie Vincent's vakantieadres, zo een jaar vakantie tegemoet. Is dat wat? Is dat even heftig? Is dat even bijzonder? Ik kan het zelf eigenlijk ook nog niet bevatten. Ik heb natuurlijk heel mijn leven in de horeca gewerkt. Althans, ik zit eigenlijk al vanaf kinds af aan in de horeca. En dan ben ik een beetje ingerold. Lang verhaal. Ik heb altijd gewerkt. Nou, niet altijd, maar ik heb gewerkt. Voor zover je het werk kan noemen, maar goed. Ik heb niet voor niks vakantie Vincent, maar dat is weer een ander verhaal. En ik heb de afgelopen 6 jaar heb ik samen met mijn zus en mijn zwager heb ik mijn eigen horeca-ondernemingje gerund. En niet geheel onsuccesvol, maar ik stond er al een dikke 1,5 jaar tegen mijn zin. Maar goed, ik heb natuurlijk toen had ik 2 kinderen, nu heb ik 3 kinderen. Plus het feit dat er natuurlijk het een en het ander gebeurt en dat dan het een en het ander geregeld moet worden. Maar goed, ik stond daar echt zo niet meer naar mijn zin. Ik stond daar niet met mijn hart. Ik stond daar niet met mijn ziel. En ik ben altijd degene die heeft gezegd, als jij een droom hebt, dan moet je die najagen. En als je A zegt, dan moet je ook B zeggen. Althans, als jij iets zegt, dan moet je het ook doen. En anders moet je gewoon lekker je bek houden. Weet je wel? Maar goed, ik heb vanaf kinds af aan een droom gehad. Ik weet nog heel goed, ik zat bij mijn oma op de bank en op de buis was Toon Hermans grappen en gollen aan het clownen. En vanaf dat moment wist ik eigenlijk, dat wil ik ook. Toen is daar het leven overheen gedenderd. En heb ik mijn droom een tijdje moeten laten varen. Maar die droom, die heb ik nooit losgelaten. En vanuit die droom is het hele YouTube en Instagram gebeuren ook ontstaan. En dit jaar ga ik dus gebruiken, niet om met mijn kut te spelen, niet om vakantie te vieren. Ja, ik ga wel een klein beetje met mijn kutspelling. Tuurlijk ga ik een klein beetje vakantie vieren. Want ik ben vakantie motherfucking Vincent gek. En mijn hele leven is één grote motherfucking vakantie. Maar goed, dat is ook weer een ander verhaal. Ik ga dit jaar gebruiken om te manifesten. Ik heb een droom. En ik zal die droom nooit loslaten. Tot ik op of dat podium staat jullie blij te maken. Of dat ik in mijn graf lig. Er is voor mij geen andere weg. Hoe mooi is het voor mij dan om jullie blij te maken, jullie aan het lachen te maken, jullie misschien aan het huilen te maken, jullie in verwarring te brengen, af en toe een spiegeltje voor te houden op dat podium en daar mijn motherfucking brood mee te verdienen. Dat is voor mij het allermooiste wat er is. En zoals ik net al zei, ik zal nooit stoppen voordat ik of in mijn graf lig, terwijl ik het probeer, of dat het gelukt is. Dus dat, ik kan een jaar... Ik heb geregeld dat ik 1 jaar lang zorgeloos daaraan kan werken. Nou, het is net een droom. Maar goed, ook dat is weer een ander verhaal. Dus jongens, wat ga ik doen? Ik ga nu dus even thuiskomen van vakantie. We gaan vanavond nog een lekker wijntje drinken. En dan gaan we echt alles overboord gooien wat met vroeger te maken heeft. En dan gaan we keihard knallens om voor jullie een mooi programma te maken. Om sowieso een plannencampagne te maken.
hoe ik dit ga aanpakken en hoe ik dit ga doen. Ik heb natuurlijk een paar open podia gedaan. Die zullen er vast nog wel gaan komen, maar ik had zelf wel bedacht. Ik heb eigenlijk weinig zin om heel veel open podia te gaan doen. En daarna dan het theater in te gaan, want ja, uiteindelijk is gewoon het theater ingegaan. Weet je, volgens mij heeft Toon Hermans ook nooit open podia gedaan. Dus weet je, herhaling baart kunst. En ik weet dat het zo werkt, dus ik denk dat ik het ook maar zo ga doen. Maar goed, ik ga de komende tijd dus vandaag om een plan een campagne te maken. En dan we gaan gewoon lekker manifesten, man. En het is natuurlijk is het spannend. Het is moeilijk om die beslissing te nemen. Het is ja, bijzonder. En het is leuk. Ik bedoel, ik ben niet op aarde om lekker gedwee mijn graf in te gaan. Lekker in een veilige bubbeltje lekker mijn graf in te gaan. Nee, ik ben hier om te leren. Ik ben hier voor het avontuur. En ik ben hier voor vakantie Vincent. En ik ben vakantie Vincent. Dus, jongens, ik ga mijn best doen voor jullie. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik weet niet wat jullie met dit verhaal moeten. Maar goed, we zijn al 6 minuten onder. Dus ik ga mijn best doen voor jullie. En we gaan gewoon knallen. En we gaan er een fantastische show van maken. En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte van al mijn capriolen. Oh ja, ik heb nog wel een andere kleine mededeling. Ik ga ik heb dus 12 maanden vakanties. Ik wist niet of jullie het al wisten, maar Nederland heeft dus 12 provincies. En ik ga dus elke maand één dag naar een stad in een provincie. En dan ga ik op jullie aanraden, ga ik dan een wetenswaardige, bezienswaardigheid bezoeken. En dan ga ik een leuk verslag van brengen. En ook van de dag zelf ga ik een leuk verslag doen. Dus ik ga dus, voordat ik door Nederland ga toeren, ga ik door Nederland toeren. Het is echt knotsknettergek hier in die terugrit van vakantieadres. Van vakantie Vincent, vakantieadres. Nou Vincent, ga nog maar even met vakantie, zaaie filmpjes uit. We zijn klaar met je vakantie Vincent, vakantie. Ik ga even een filmpje. Lieve mensen, hele fijne lieve mensen allemaal.